De Graafschap leeft onder spanning toe naar het thuis, met Telstar van vrijdagavond. Na de nederlaag tegen Almere City is het gat naar een directe promotieplek opgelopen tot acht punten, wat invloed heeft op de sfeer op de Vijverberg. Het zorgt eerst voor heel veel druk, hè, want uh, we spelen bij de graafschap. Er moet gewonnen worden. Uh, allemaal leuk en aardig, zo'n tweede helft, maar gewoon 1-0 verloren. Dus dat geeft druk automatisch. En gelukkig maar, want zo'n club is de graafschap. Maar ja, het zorgt ook voor heel veel motivatie. Want ja, wij blijven analyseren als trainersstaf en halen toch de goede dingen eruit die we hebben gezien. Alleen uh, ja, nu jezelf belonen. Ook ik vind dat we uh, vanuit achteruit uh, nog beter uh, voetballend uh, kansen kunnen gaan creëren. Dat, uh, dat vind ik uh, zeker. Uh, Daar ben ik zelf uh, ook onderdeel van natuurlijk. Um, ja, en uh, verder uh, is het ook uh, onze kansen afmaken. Dat is, uh, ja, dat is ook een uh, puntje. Ook tegen Telstar zijn vleugelspelers Daryl van Mieghem en Mohamed Hamdawi niet inzetbaar, waardoor de Graafschap blijft spelen met vijf verdedigers. Snoei overweegt desondanks om zijn opstelling aan te passen. Het zijn gewoon een aantal jongens die zich goed ontwikkelen. Uh, ook uh, onze jeugdspeler Negli uh, ontwikkelt zich geweldig, ook door de week op de training. Dus die zitten heel dicht tegenaan. En, en er zijn wel wat meer jongens die uh, uh, ja, van zich laten spreken door de week. Dus, we blijven daarnaar kijken. Na twee overwinningen op rij staat Telstar momenteel op een achtste plek in de competitie. Van Heertum gaat in op de gevaren van de tegenstander. De backs natuurlijk zijn heel aanvallende backs. Dus uh, daar moeten we rekening mee houden. En uh, natuurlijk voorin hebben ze een grote, sterke jongen. Uh, met plet. voorin. En uh, ja, daar moeten we rekening mee houden. Voor Snoeien Van Heertum en een handvol andere selectiespelers is de wedstrijd een weerzien met hun voormalig werkgever. De trainer uit die dam legt de band tussen de beide clubs uit. Toen ik bij Telstar werkte, uh, zagen wij uh, de Graafschap een beetje als onze grote broer. Uh, uh, en dat kwam vooral uh, door uh, uh, wat je net aangeeft. Veel spelers verhuizen deze kant op. Uh, uh, de relatie uh, Telstar-de Graafschap, dus, uh, die altijd prima is. Uh, dus uh, ja, uh, aparte wedstrijd.